Goedemorgen Jo, de camera loopt wel. Zeg, we zitten hier bij Hotel De Nieuwe Doelen. Heb jij lekker geslapen hier zo? Ik heb vrij behoorlijk geslapen, ja. Ja? Ja. Ja. Warm, want het was, het is bizar warm hè, de laatste tijd. Ja. Hoe zou dat komen? Ja, dat is ook een soort disruptie, of niet? Daar geloof ik helemaal niks van. Nee? Klimaatverandering. Nee, uiteraard wel. Hè. Dus het was warm, maar het was... Ja, nee, ik heb eigenlijk behoorlijk geslapen na een superleuke avond gisteren. Ja, ja, maar vertel eens... Mag ik Jo zeggen? Ja, tuurlijk. Dag Jo. Ik zei, nee, beginnen we nog een keer. Maar kan je heel kort vertellen wie je bent? Want dat zit natuurlijk ook allemaal in de uitzending en in de beschrijvingen. Ja. Maar heel kort. Wel, ik ben Jo Coudron. Ik ben een Belg, zoals je hoort. En ik heb al 25 jaar een carrière gebouwd in digitaal ondernemen. Dat wil zeggen dat ik meer dan 20, 25 bedrijfjes heb opgericht in allerlei richtingen, maar die allemaal bezig waren op de een of andere manier met het digitaal maken van de wereld. Sinds een jaar of 10 is dat vooral gericht op digitale transformatie. En sinds de afgelopen jaren, 2-3 jaar, wordt dat nog iets breder en wordt dat maatschappelijke transformatie door digitale disruptie. Ik schrijf daar ook boeken over, ik geef daar presentaties over. Ik word in de Belgische media vaak gevraagd als commentator en dus nu stond ik hier gisteren bij jullie. Ja, ik zag al overal waar ik keek, want ik ging natuurlijk vanochtend heel even googlen. Toch een klein beetje voorbereiding en je hebt ook de prijs van het beste managementboek van het jaar gewonnen. Ja, hier in Nederland. En je verkoopt ook nog goed die boeken. Wel, de verkoop, die cijfers moet ik nog even afwachten. Ja, ik weet hoe ze verkopen, maar wat die laatste maanden betreft, dat weet ik niet. Met de coronacrisis, want toch heel veel mensen pikken een boek nu op als een soort inspiratiebron voor wat er rond corona gebeurt. Ja, managementboek in Nederland was voor mij echt wel was een opsteker. Hè? Ja, dat is zeker. Een erkenning hier in Nederland, ja, absoluut. Maar zo word je dus ook bekend in Nederland. En nu was je in Middelburg te gast bij de Tegenlichtminuten. En hoe is die bevallen gisteravond? Want ik zag, jij, je spreekt vaak voor grote gezelschappen. Mm-hmm. En nu waren er waarschijnlijk maar een man of 10 ter plekke. Ja. Vind je dat leuk om op die manier te werken? Of? Ja, heel leuk. Ik heb een van mijn bedrijven nu, is een start-up die bezig is met net virtuele sprekers. Omdat we moeten erkennen dat waarschijnlijk die hele sprekersmarkt en die grote zalen met heel veel volk en een groot podium, dat het wel een tijdje zal duren voor we dat helemaal terug hebben. Dus ik ben zelf al sinds de eerste dag van de lockdown zijn we aan het experimenteren met virtuele presentaties, virtuele keynotes. En wat je nu merkt recent, en dat maakt het heel boeiend, dat is dat het niet meer van thuis hoeft te gebeuren. Maar dat je de studio-setups krijgt die gebouwd worden, bijvoorbeeld hier nu in het gebouw van de bibliotheek, tijdelijk. Of permanente studio's. Dus ik heb heel wat studio-ervaring nu. En je merkt dat je dan toch een betere productiekwaliteit krijgt. En dat is zoals de show van gisteren. Je krijgt echt een tv-show bijna, een talkshow, televisiewaardig. Het was niet voorbesproken, dus we wisten wel dat het over het boek ging. Maar het was niet doorgesproken en afgestemd wie wat zal zeggen. Het was kritisch, dus niet alles wat in mijn boek staat of waar ik voor sta, werd door de twee heren mee aan de tafel direct onderschreven. Maar ze gingen dan wel met een deeltje ervan aan de haal om te zeggen, kijk, vanuit hun visie. En ze bouwden daarop verder. Dus ik vond het echt ook voor mezelf een verrijking. Ik vond het is een uurtje, maar het was zo voorbij. Ja. En ik heb echt, denk ik toch wel, de belangrijkste punten van mijn boek en van ook de inzichten na het boek door corona kunnen maken. Dus het is een hele mooie samenvatting. Dus waarschijnlijk als je het kijkt, dan ben je ook gelijk geneigd om het boek te gaan lezen. Wel, dat zou ik absoluut hopen. Maar iedereen is uiteraard, het staat iedereen vrij om het boek te gaan opzoeken. Ja. Maar er staat natuurlijk wel heel veel in. En het is daarom dat ik denk ook de jury van het managementboek zegt van, kijk, dit heeft die voorspellende waarde, omdat het niet over één dingetje gaat. Het breidt een hele reeks mogelijke toekomstelementjes aan elkaar tot één groot soort allesomvattend beeld van een realistische toekomst binnen 10 jaar, maar die nu wel door corona versneld van misschien volgend jaar al. En wat staat er vandaag op het programma terug naar... Zo dadelijk om 11 uur een call voor een event waar ik binnenkort praat. Om 1 uur moet ik bij mijn accountant zijn. Van het bedrijf althans. En vanavond geef ik terug een keynote, maar deze keer in het echt. Met echte mensen. Oh, en hoeveel mogen er binnen? Ik heb geen flauw idee. Maar je dag is in ieder geval rijk gevuld. De dag is eigenlijk weinig gevuld, want ik heb maar 3 dingen. Normaal zitten er... Dat is het nadeel van ook dat virtuele werken. Je kan elke keer een andere vergadering doen. Ja. Terwijl in de echte wereld moet je nog altijd verplaatsen. En dan verlies je wel tijd. Ja, ja. Het is druk geweest de laatste maanden. Nou, heel goed. Ik vind het leuk dat je even tijd hebt kunnen maken tijdens je ontbijt eigenlijk hier zo. En ik wens je alvast een goede reis terug. Hartelijk dank.